U kent ze wel. Reclames die verwijzen naar één en dezelfde persoon die alle technische zaken binnen uw organisatie weet op te lossen. De zogenaamde systeembeheerder. Iemand die is opgeleid om ervoor te zorgen dat uw netwerk veilig en goed blijft werken. Maar welke rechten heeft zo'n systeembeheerder zelf eigenlijk? Zijn systeembeheerders functioneel of technisch verantwoordelijk binnen uw organisatie? En waar ligt dan de eindverantwoordelijkheid? Systeembeheerders binnen of buiten de organisatie moeten zichzelf vaak verrijken met kennis. De vraag is al snel, leggen wij niet te veel druk op deze alleskunners? En heeft u zelf al eens voor uw organisatie is nagedacht over wie er eindverantwoordelijk is voor de data en de rechten die erbij horen? En wat gebeurt er als die systeembeheerder een menselijke fout maakt? Bij Winsys doen we daarom anders. We maken nooit één persoon verantwoordelijk voor uw hele organisatie. Samen met de klant spreken we duidelijk af bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt en dus ook welke rollen de systeembeheerders spelen. Dat noemen we met een mooie term gedelegeerd beheer. Echte samenwerking dus. Hiermee voorkomen we ook dat een beheersorganisatie de enige is die alle rechten bij zich houdt. Want daar gaat het vaak fout. Zeer regelmatig belanden we in situaties waarbij andere IT-beheerders zich rechten toe-eigenen. Van het bedrijf zelf. Dit leidt regelmatig tot juridische strijd die voorkomen had kunnen worden. Zorg ervoor dat veiligheid, productie, werkbaarheid en verantwoordelijkheid op de juiste manier bij elkaar komen. Een IT-beheerder moet begrijpen wat de kernprocessen van het bedrijf zijn. Ik vind het dan ook belangrijk op te merken dat soms het verwachtingspatroon naar de beheerder iets te hoog gesteld wordt in een wereld die heel snel verandert en waar de complexiteit enorm is toegenomen. In dit geval moet je ook kunnen stellen dat het soms beter is om te switchen van IT-beheerder dan krampachtig vast te houden aan oude tradities en relaties die ooit wel werkten. Wij staan klaar voor u.